Ik ben 13 jaar en mijn hobby is synchroonzwemmen. Ik ben Emma, ik ben 17 jaar oud. Ik ben mijn derde jaar synchroonzwemmen gestart. Ik ben Sophie Houtkier, ik ben 12 jaar. Mijn hobby is waterballet. Synchroonzwemmen is eigenlijk in het water, dansjes opvoeren op muziek. Dan proberen we eigenlijk de maat te zoeken en daarop verschillende bewegingen te doen. Ik vind het moeilijk als je zo een dansje doet, om zo lang onder water te blijven soms. En dat is lastig voor je ademhaling. Het moeilijkste is toch wel de uithouding. Allee, we hebben allemaal wel een goede conditie, maar het is toch wel lastig. Het niveau wordt altijd hoger gelegd en er wordt veel van ons verwacht. Maar ik vind dat niet erg. Dat is ook een keer een goede drilloefening dan. Je moet zo wel wat lenigheid bijhouden en ik doe niet zo van mezelf zo die oefeningen. En ja, dat zou ik beter wel doen. Mijn familie vindt dat eigenlijk heel tof, want het is een sport waar ik wel heel veel mee bezig ben, thuis ook. En mijn vrienden, ja, dat is eigenlijk een sport dat niet veel voorkomt, dus ze kennen die sport niet zo goed en zullen soms ook wel zo eens komen kijken naar shows of zo. Er zijn veel mensen uit mijn familie die zo voetbal of gewoon zwemmen doen. En ja, ik doe dan zoiets anders en speciaals. En ja, dat is wel leuk. Als je sowieso al van muziek houdt en van zwemmen als tussensportje, ook als je een goede conditie hebt of zo, zou ik je dat zeker aanraden. Dat is zeker heel leuk. De teamsfeer zit ook altijd zeer goed bij ons in de groep. Het is leuk, je krijgt er veel vriendinnen bij. Je moet er ook wel veel inspanning in steken, dus als je je verveelt, kan je daar zo aan denken. In november 2016 hebben we een show, dus daar gaan we zeker naar streven en maken alles tiptop in orde, zodat we dat kunnen presenteren aan het publiek. Ik zou graag nog eens een wedstrijd doen. Ja, dat is nu toch wel al even geleden en dat is altijd heel tof.